Goedemorgen. 20 minuten ervan maken, zou ik zeggen. Goed plan. Leuk, ja. Nou, zou ik zeggen, heel veel succes. Ja, waarom? Jij hebt een fijne dag verder, als ik je niet meer hoor, zie. Ja? Oké. Goed. Ja, waar gaat het over? Zeg maar, de laatste tijd ben ik bezig geweest, zeg, ook op mijn site, zeg maar, van olie over te gaan naar aardgas en waterstof. En uiteraard heeft dat een reden. De reden die er is dat tijdens het Parijsakkoord, natuurlijk het klimaatakkoord, hè, waar we naar maximaal 2 graden willen boven waar we nu zitten. En zelfs nu met strengere, eigenlijk ook de ambitie om maar maximaal naar 1,5 graad warmer te gaan dan dat we nu zitten. Dat daar zeg maar hele grote consequenties aan vastzitten. En de grootste consequentie is wel dat de CO2-uitstoot omlaag moet. En er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Dus laten we eens kijken nou van wat moeten we nu doen voor 2035. Voordat we zeg maar kunnen praten van groene energie. De meeste bedrijven die zeg maar worden geconfronteerd met een soort boete. Hè, dat noemen we de CO2-certificaten. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Aan het begin van het jaar krijgt ieder bedrijf een aantal certificaten. Die kun je verkopen op de markt, zeg maar, voor een bepaalde waarde, een beurswaarde. Wanneer zeg maar, je zeg maar, alleen maar, zeg maar groene energie zou kopen. Maar de meeste bedrijven zitten natuurlijk gewoon nog aan de fossiele brandstoffen vast. En meestal moeten die zelfs ook CO2-certificaten bijkopen. Dus er zit een soort straf zitten gebakken zeg maar, in het huidige energiesysteem. En een CO2-certificaat, dat kost nu ongeveer €27. En de verwachting is dat dat over 10 jaar ongeveer op €90 zit. Dus er is eigenlijk een soort hangend zwaard van Damocles, zeg maar, boven de hoofden van de industrie. Dat als ze niks doen, dan gaan de kosten voor die CO2-certificaten waarschijnlijk 3- of 4-voudigen. Dat kan nog zelfs verder doorlopen wanneer blijkt, zeg maar, dat de CO2-reductie nog scherper toe moet nemen, dus nog verder omlaag moet, omdat de uitstoot van CO2 gewoon niet gehaald wordt. Onlangs, 1-2 maanden geleden, hebben ze weer gekeken hoe ver staan we nu. En eigenlijk staan we er nog niet goed voor. Dus ja, wat gaan we nu doen met die industrie? Gaan we nu inzetten op aardgas? Gaan we inzetten op waterstof? Of gaan we bijvoorbeeld inzetten op het afvangen van CO2? Nou, de mensen die een beetje het al gevolgd hebben in het nieuws, ik heb het ook wel eens een keer op een webinar, dacht ik, genoemd, is dat ExxonMobil en Shell, die zitten nu in een oude zoutcavern, zeg maar. Dat kost 1,5 miljard, om je maar een idee te geven voor deze proefpilot, hè, want het is echt niet meer dan een proefpilot. 1,5 miljard euro kost dat, waarvan de EU heeft toegezegd dat ze de 200 miljoen zullen dekken. Dus ongeveer 15% zeg maar wordt gedekt door de EU. En de andere is voor Shell en ExxonMobil te verdelen. En die CO2-opslag die is hard nodig, zeg maar, wanneer we er niet aan kunnen voldoen om snel genoeg wind- en zonne-energie toe te voegen. En uit recente studies blijkt dat eigenlijk de ontwikkeling van offshore windvelden, dat we daar zwaar achterlopen. En de reden daarvan is natuurlijk dat eigenlijk niemand zeg maar, van die hoge turbines op het land wil hebben. En daardoor eigenlijk alle windparken, wanneer je de laatste 2 jaar bekijkt, is dat je steeds minder ziet op het land. En steeds meer kavels op zee ziet die verkocht worden en aangeboden worden. Om daar zeg maar een groot windpark neer te zetten. Ondanks het feit dat dat veel duurder is. En je kunt je ook voorstellen, het onderhoud ook met bootjes ernaartoe. Het is allemaal niet simpel. Roestvorming, corrosie, zout. Het zijn geen fijne plekken zeg maar, om windmolens neer te zetten op zee. Maar de druk zeg maar, van de burger en van de publieke opinie is toch zo ver mogelijk uit de kust die windmolens neerzetten. Wat ik ook heb aangegeven in mijn vorige seminars is altijd het investeren in dat soort projecten voor de grote oil majors totaal niet aantrekkelijk is. Als je kijkt naar cashflow, want het kost ten eerste heel veel geld om zeg maar eerst die veiling te winnen.
Dan moet je nog al die, dat is ook een 3 tot 5 jaar project, dat al die molens operationeel zijn. En wanneer die molens dan operationeel zijn, dan ga je eigenlijk uit van een winstmarge tussen de 2% en 5%. Terwijl op olie zit die tussen de 10% en 15%. Dus je zult zien dat de oil majors wel heel hard zullen roepen, schreeuwen, schrijven, marketing doen. We gaan naar renewables. En BP gaat ook voor 1,2 miljard naar een windpark. Maar 1,2 miljard is voor een oil major, zeg maar, is wel serieus geld. Maar dat betekent eigenlijk dat in werkelijkheid gewoon 80% van het geld gewoon nog naar fossiele brandstof gaat. Dus kijken we, zeg maar, even terugkomend, hè, op het hele CO2-verhaal en we moeten omlaag, is dat we zien dat in werkelijkheid, hè, die groene transitie veel langer duurt. En waarschijnlijk gaat dat tot consequentie hebben dat de overheden in gaan grijpen. Uiteraard gaat dat vanuit de EU. Gaat gewoon straks strengere eisen stellen. En dat zal zich moeten gaan vertalen in hogere CO2-certificaten, de prijs, hè, dus eigenlijk hogere boetes voor de vervuilers. En nog eens een keer goed kijken waar nou eigenlijk die subsidie naartoe gaat. Want je kunt natuurlijk wel heel veel subsidies in waterstof gaan gooien. Maar dat is echt iets voor 2030, 2035. Misschien zelfs nog later. Dus daar ga je het niet mee redden. Want de EU heeft pas geleden, vorige maand, een nog ambitieuzere doelstelling afgesproken. Dus dan zeg maar nog een keer, ik noem maar een bedrag, 300 miljoen inzetten voor waterstof. Dat gaat waterstof niet opeens dichterbij brengen. Dus wat dat zal doen, is focus geven op CO2-opslag. En veel meer het ontwikkelen van aardgas. Ronald? Ja? Ik krijg hier een vraag. Waarom geen inzet van kernenergie om waterstof te produceren? Ja goed, daar zijn... laat ik dan zeggen een paar dingetjes over kernenergie. Mm-hmm. Het nadeel van kernenergie, even afgezien van opslag, dat soort zaken, is dat het elk jaar duurder wordt. Ik heb het grafiekje niet bij de hand, maar elk jaar, zeg maar, nemen de kosten. Als je nu een fabriek neerzet voor een euro, dan kost het volgend jaar kost diezelfde fabriek 1 euro 1 en dan 1 euro 2. En dat is gewoon een dik stijgende lijn naar boven. Dus dat is in, zeg maar, eigenlijk als je kijkt, zeg maar, naar wat alles met renewables te maken heeft, zie je dat juist windenergie en zonne-energie juist heel hard omlaag gaan. Als je kijkt naar de prijs per euro per megawattuur. Dus zeg maar, de toekomst zit niet zozeer in kernenergie. Alleen het is wel, kijk ook naar Frankrijk, hè, en wat andere landen nog, het is wel, zeg maar, relatief schoon als je kijkt naar CO2-uitstoot. Dus ja, het is maar net wat jij belangrijk vindt. Hè. We hebben geleerd in Japan dat kernenergie echt niet altijd veilig is. Dus wordt ook gezegd dat plutonium wordt schaarser. Ja, er zijn verschillende manieren natuurlijk ook weer dat je met kernenergie, en ik heb hele stukken gelezen dat er weer hele mooie toekomstige manieren zijn, inderdaad, hè, om succesvol kernenergie te maken op een veel schonere manier. Maar dat is wel een ver van mijn bedshow. En wat ik probeer te benadrukken is, het gaat niet om 2050. We moeten al die doelen bij 2035 gehaald hebben. Dus dat betekent dat je ook al moet gaan beslissen binnen 5 jaar, wil je, zeg maar, een kernreactor, zeg maar, over 10 jaar al operationeel hebben met alle vergunningen en dat soort zaken. Het maken, zeg maar, van, hè, want het energie, dan moet je eigenlijk eerst een heel ingewikkeld apparaat ga je neerzetten. Dat maakt dan, zeg maar, elektriciteit. Dat moet je dan weer met water, moet je dat dus een heel energieintensief proces laten uitvoeren. En dan kan je daarmee waterstof maken. Dan moet je die waterstof opslaan. En dan ga je daarna dat vervoeren en dan, zeg maar, bij de industrie brengen. Zeg maar, dat is de eerste doelgroep voor waterstof. Ja. Dus dat is een heel ingewikkeld, duur proces, zeg maar, om waterstof te maken. Dus dat zal niet gebeuren. Dan is het veel makkelijker om wind- en zonne-energie, zeg maar, in te zetten. Hè, wanneer, zeg maar, er eigenlijk een overschot is en eigenlijk dat je het niet kwijt kan op het net, dan zou het mooiste zijn dat je dat, zeg maar, in één keer in kan zetten om via elektrolyse om te zetten in waterstof. En dan wil je die waterstof opslaan, ook in een cavern, en dan de uithalen, zeg maar, wanneer de industrie de behoefte aan heeft. Dat is, zeg maar, het idee. We praten ook over 2040, hè, 2040 en verder, hè, niet eerder. En kernenergie blijft natuurlijk toch wel een dingetje, zeg maar, en het afval en het veiligheidsrisico.
En dan dat gekoppeld zeg maar, met steeds duurder worden, hè, onderhoudskosten, de manuren gaan omhoog qua prijzen elk jaar. Dat eigenlijk nu gezien wordt, zeg maar, dat kernenergie op de lange termijn vervangen zal worden. Maar zeer zeker door de druk van CO2-vermindering is het inderdaad een goede vraag die je stelt. Zouden er eventueel nog kerncentrales bijkomen? En die gaan er ook bij komen. Ja, dat is correct. Ik hoop dat mijn vraag, mijn antwoord duidelijk is op die vraag. Ja, waarbij Hans dan de vervolgvraag stelt om de windmolens direct waterstof te laten maken, zoals dat in Groningen gaat gebeuren. Ik weet niet wat hij ermee bedoelt, zoals dat in Groningen gaat gebeuren. Er lopen natuurlijk proefprojecten op verschillende plekken, ook in Sluiskil bijvoorbeeld. Daar is Yara met zijn kunststoffabriek bezig, met Zeeland Refineries. Dus er zijn verschillende plekken in Nederland, hè, waar inderdaad de windmolens het beste eigenlijk gewoon aan de kust staan, dus op het land. En dan zonder, zeg maar, tussen voor hem, zeg maar, dus geen batterijen of andere opslag. Dat zeg maar die elektrolysefabrieken gevoed gaan worden. Alleen het enige is, van als het niet waait, ja, dan hebben ze natuurlijk nog wel degelijk gewoon elektriciteit nodig. En dat is dus het dingetje wat je hebt eigenlijk, is dat die kostprijs van elektriciteit veel te hoog ligt ten opzichte van eigenlijk wat zeg maar de concurrentie aankan. Want uiteindelijk zullen grondstoffen, ook als waterstof, moeten concurreren met fossiele brandstof. Op dit ogenblik, zeg maar, ook met subsidie, gaat dat nog niet. Dus de huidige elektriciteitsprijs is eigenlijk te duur om in te zetten voor elektrolyse. Maar de gedachte eigenlijk erachter is, en dat zul je denk ik ook zien in de komende jaren, is dat waterstof niet zozeer veel goedkoper gaat worden, maar aardgas en vervuilende fossiele brandstoffen gaan in kostprijs omhoog, omdat er gewoon een hogere CO2-boete op komt, of een vervuilingsbelasting, wat ze ook gaan verzinnen. Dus er is zoveel geld nu eigenlijk door de EU en andere landen, Australië, Japan, zeg maar in budgetten opgenomen, dat ik geloof dat het eigenlijk wel een succes moet gaan worden, omdat we ook geen keus hebben voor het milieu. En dat ze enerzijds proberen door een verbeterde fuelceltechnologie een lagere kostprijs te bereiken voor waterstof. En anderzijds proberen ze de fossiele brandstoffen duurder te maken, waardoor het gat, zeg maar, tussen die twee brandstoffen steeds kleiner wordt. En daardoor uiteindelijk waterstof wel kan concurreren met fossiele brandstoffen. Dus het is een combinatie van waterstof goedkoper maken en het alternatief duurder. En zo eigenlijk proberen die groene transitie voor elkaar dwingend op te leggen, zou je kunnen zeggen. Ik denk als ik alle stukken lees, is waterstof eigenlijk zo duur. Hè? Je weet misschien, maar je hebt 8000 PSI, dat is gigantische druk nodig om het op te slaan. Ja, dan moet het nog vervoerd worden. Hè? Je moet het maken van elektriciteit. En het is natuurlijk een onzinverhaal om te zeggen, ja, als die windmolens draaien en niemand heeft behoefte aan die aan die energie, nou ja, weet je, dan geef het gratis weg aan die electrolyzers. Hè? Want elk bedrijf wat ergens in zit, wil ergens aan verdienen. Maar goed, je moet er inderdaad, net zoals met windmolens, hebben ook een periode van 10 jaar gehad dat eerst de overheid, zeg maar, de eerste windparken moest subsidiëren. En als ik het goed heb, was Vattenfall een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 3 tot 5 geleden, het eerste windpark wat zonder subsidie van de overheid rendement kon maken. En ik denk dat waterstof dezelfde kans verdient. En je zult inderdaad eerst moeten subsidiëren. Maar als je ziet, en dat zie je nu eigenlijk al, is dat het daardoor te langzaam zal gaan. Ja, dan heb je nog een knop tot je beschikking. En dat is, zeg maar, het alternatief minder aantrekkelijk maken. Ja. Ja, duidelijk. Ja, ik zei iets, maar mijn microfoon stond op een mute. Okay. Nee, klopt inderdaad. Dat was de vraag die inderdaad gesteld werd, Ronald. Ja, dus ik nog één vraag inderdaad van vervang aardgas door waterstof die geproduceerd wordt via kernenergie. Ja, dat was dus, zeg maar, daar heb ik denk ik al een antwoord op gegeven. Hè? Maar wat we hebben verschillende soorten waterstof voor de mensen die zich niet helemaal erin verdiept hebben. Hè? We hebben groene waterstof, noemen we dat, hè? Van wind en zon. En we hebben grijze waterstof. Hè? Dat gaat dus, dan wordt steam reforming, noemen ze dat, van aardgas. Dus dan wordt aardgas de basis en daar maken ze dan waterstof van. En je hebt bruin en je hebt turquoise en je hebt zelfs
Je hebt geloof ik 10 verschillende kleuren van waterstof waarop je mogelijk waterstof kan maken. Alleen de grijze waterstof en de groene waterstof, dat zijn nu zeg maar de meest besproken en meest concurrerende manieren om waterstof te maken. Goed, nou, nu hebben we een stukje over waterstof gehad. Ik let op de tijd, Domenico. Even een stukje terug naar olie. We gaan ook de komende 10 jaar nog gewoon heel veel olie nodig hebben. Dat zeg ik niet omdat ik hier zou zitten als oil-expert, dat is onzin. Maar kijk je naar alle grafieken. Het was ook zelfs in de media al in een paar kranten te zien. En ga maar eens naar een website als oilprice.com. Daar staan ook uitgebreide artikelen deze week over. Is dat er zo weinig is in geïnvesteerd in de laatste 5 tot 10 jaar in olie. Dat er gewoon een tekort aan olie komt. Hè. Er is een totale capaciteit nog reserve aan 8 miljoen vaten per dag. Nou, schalieolie VS was zat op 13 miljoen vaten. Dat zit nu op 9 à 10. Dus daar is de eerste 3 al verloren gegaan. Nou, Iran is natuurlijk ook al. Daar zit 3,2 miljoen vaten wat niet benut wordt door de boycot. En het is maar zeer de vraag of Biden en Iran zeg maar tot een atoomakkoord gaan komen dit jaar. En er is nog zeker een groei in de vragen naar olie. En met name zeg maar, zijn dat de niet-OECD-landen, laten we maar gewoon zeggen, de niet-ontwikkelde landen of de landen die gewoon nog moeten groeien en in de startblokken staan om zich te ontwikkelen economisch. Pakistan, India, China, al die landen hebben nog een behoefte aan energie. En daardoor is de verwachting dat ze in tussen 2023 en 2025, 2026 er een groot tekort komt aan olie. Met groot tussen aanhalingstekens. Maar dat betekent dus wel dat, en dat zie je ook als je de media leest, dat oil majors, ExxonMobil en Shell ook, BP in beperkte mate, allemaal geld nu investeren in het zoeken naar goedkope velden. En wanneer je heel goed leest naar wat ze zeggen, die grote oliemaatschappijen, is dat ze, ik neem even als voorbeeldje van BP wat die vorige week zei, is wij gaan niet meer investeren in nieuwe velden. En dan bedoelen ze met nieuwe velden in landen waar ze nog niet zitten. Maar BP zit bijvoorbeeld al in heel veel landen en ook waar goedkoop olie is. ExxonMobil zit al in Suriname en Guinea en die heeft daar 100% gewoon haar kaarten opgezet. Dus enerzijds zeggen ja, we gaan niet meer nieuwe olievelden, hè, gaan we zoeken. Maar dat betekent dus niet dat ze in hun bestaande olievelden niet gaan investeren. En dat doen ze dus wel. En dat doen ze ook alleen maar omdat met al het cashflow die ze daarmee kunnen genereren, of we dat nou wel of niet leuk vinden, of principieel goed of niet goed vinden. Maar het idee is nu korte termijn geld harken, ook al is het met fossiel, om straks wel degelijk met hele hoge investeringen in te kunnen spelen op aardgas en waterstof. Dat is dus eigenlijk de reden, hè, dat er veel nadruk wel wordt gelegd op renewables en dat dan het publiek zegt van ja, maar we zien helemaal niet dat Shell en BP serieus werk maken van hun plannen. Dat klopt ook. En de enige reden is, ze hebben nog niet genoeg geld. Immers, ze hebben gigantisch af moeten schrijven op al hun raffinaderijen en op het vooruitzicht van de olieprijs voor de komende 10 jaar. Hè, dat hebben ze allemaal gedaan met tientallen miljarden tegelijk. En anderzijds moeten ze wel heel veel geld straks gaan investeren in die groene transitie. En daar kun je geen fouten maken. Je kan niet inzetten op aardgas, alles. En dan straks zien dat waterstof succesvol wordt. Of alles inzetten op waterstof. En straks zien dat het toch niet komt, omdat de subsidies eigenlijk van de overheid opdrogen. Omdat ze alle effecten van het coronavirus moeten neutraliseren. En dat is de reden waarom grote bedrijven niet heel gericht nu al heel groot instappen in renewables. Ze hebben gewoon geld nodig eerst. Ja, en Ronald, ik krijg hier eigenlijk twee vragen nog. Eentje van Hans, die zegt: in welke olie kan je het beste handelen? WTI of Brent of Okay. iets anders? Dat is een goede vraag. Laten we het zo zeggen. De meest verhandelde is de WTI, de Western Texas Intermediate. Dat is een andere kwaliteit. En zeg maar de raffinaderijen in Amerika zijn zo afgesteld dat ze het meeste rendement halen uit de olie die lokaal daar geproduceerd wordt. Hè. Dat is logisch, want je gaat natuurlijk niet een fabriek in Amerika neerzetten. Waarvan de kwaliteit zeg maar, van de olie het beste is die uit Saoedi-Arabië komt. Hè. Daar zit een hoop logistieke kosten aan, dat wil je niet. De Brent, dat is eigenlijk een veel lichtere component, een veel lichtere olie. En daar zijn eigenlijk de Europese raffinaderijen, hè, zoals Europoort, op ingesteld. Ja, dat is
vrij logisch, denk ik. Hè? En het verschil tussen die twee is eigenlijk vaak een stukje logistieke, dislocatie, zoals ze dat zeggen. Dus eigenlijk, er zijn minder opslagmogelijkheden in Europa dan in Amerika. Dus wat je eigenlijk ziet, is die Brentprijs, die zit ongeveer $2-3 hoger dan de WTI-olie. En de reden daarvan is dat de kwaliteit iets beter is voor de meeste raffinaderijen. En een stukje logistieke kosten die erin in verwerkt zit. Heel soms zie je dat die prijzen naar elkaar toe kruipen. Dan is er hier een overschot aan Brent. Hè. Dat is eigenlijk wat je nu ziet. Eigenlijk is dat door die lockdowns die strenger zijn in Europa, dat er dan iets minder vraag is naar Brentolie. Maar neem maar als vuistregel dat er $2-3 tussen de WTI-prijs zit en de Brentolieprijs. De vraag van welke kun je dus het best verhandelen. WTI is de meest verhandelde, is het meest liquide. En eigenlijk kun je daardoor ook het best daarop handelen. Maar het is niet. Ik bedoel, normaal is het wel vaak zo dat als de prijs in Amerika van olie stijgt, dan zie je eigenlijk 2 seconden later ook de Brentprijs wel stijgen. Maar het is niet altijd 1-op-1. Ja, dus dan adviseer je Ronald om die WTI vast te houden, omdat dat de meest verhandelde variant, hè? De meest liquide vorm is. Ja, gewoon puur op het feit dat je meer transacties hebt, waardoor de koers ook zeg maar transparanter is. Dat is eigenlijk dan de reden. En er iets meer hefboomproducten en dat soort beleggingsproducten zeg maar op WTI-olie zijn dan op Brent. Ja. En dan stelt nog een vraag. Als je nu nog in een olietrust zit, is dat verstandig om die bij te houden? Wat wordt er? Ik ben geen expert juridisch, maar wat bedoelt u met Onno, kun je even zeggen, wat bedoel je met een olietrust? Dat weet ik niet of moet Onno maar eventjes in de chat zetten. Ik heb wel een trust fund, maar ja, dat is iets juridisch of zo. Dat ken ik niet zozeer met de olie, zeg maar. Laat ik Onno dan. Doe ik nog 3-4 minuutjes eventjes, Menko, voor ik overzet naar jou? Ja, en ik denk dat het ook leuk is dat de deelnemers ook graag jouw visie op. Dus laat ik zeggen, vanuit het fundamentele, wat je nu vertelt, ook een klein stukje een blik legt naar Koninklijke Olie, naar het aandeel zelf. Oké. Wat ik zelf doe voor 2021, en dat heb ik natuurlijk ook op mijn website en op mijnbeleggen.com vaak genoeg benadrukt, is dat er 3, denk ik, grote kandidaten zijn voor de groene transitie. Hè. Dus ik zie het eigenlijk niet meer als beleggen in oliemaatschappij, maar beleggen in gewoon de energiemaatschappij, zeg maar, voor de toekomst. En dat zijn, denk ik, BP, Total SA en Royal Dutch. Ik kom straks naar het linkje naar jou, Menko. Maar de reden dat Royal Dutch, zeg maar, ja, zowel door Menko voor de weging in de AX wordt gebruikt, en ik zelf erg positief ben over Shell, is gewoon het feit dat zij en zwaar in aardgas zitten, dat ze genoeg olie hebben, zeg maar, om cash te gaan maken, om zeg maar hun plannen in aardgas nog iets groter te maken. En ondertussen met die cashflow, gezien de vele projecten die ze hebben, samenwerkingsverbanding op waterstofgebied, dat zij een van de echt kansrijke firma's zijn. Want alleen maar het hebben van geld zal niet genoeg zijn om de kampioen te worden. Je hebt een bedrijf nodig dat geld nodig heeft, of heeft, ter beschikking heeft voor de investering. Je hebt een bedrijf nodig dat kennis heeft van waterstof. Nou, de kenners die weten dat in Europoort, daar staat de Hycon, die is van Shell. Esso heeft de flexiekoker, de Hycon is van Shell. Dan maken ze waterstof, die is tientallen meer, nou is het 100 malen meer dan alle pilotplants bij elkaar. Dus ze hebben heel veel verstand van waterstof. Dus kennis is ook heel belangrijk. Daarom gaan ze ook al die, die samenwerkingsverbanden aan, om te leren en eigenlijk veel ervaring in het productieproces op te doen. Hè. De kenners die weten ook dat Shell samen met de overheid en Corus een hele grote waterstoffabriek aan het bouwen is, om zeg maar de CO2-reductie te bewerkstelligen die daar vrijkomt. En ook daar zit Shell in, om puur te leren en deze soort pilotfabriek, straks dan weer dubbel of driedubbel zo groot weer uit te kunnen rollen, om steeds maar zeg maar die stapjes naar de waterstof-elektrolysefabriek te kunnen maken.
Dus daarom ben ik wel positief over Shell. Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld Total SA het niet zou kunnen, want die hebben ook een hele goede grote aardgasportefeuille. En BP, dat is meer het verhaal, zeg maar, dat zij echt 100% groen willen gaan worden. Alleen, dat is marketingtaal. En ook daarvan, van BP, moeten we nog maar gaan zien of dat haalbaar is. Maar wat ik van dichtbij kan zien, is dat Shell, zeg maar, net daar even al een tandje voorop loopt. Dat is, zeg maar, waarom ik positief ben over toch wel die drie oliemaatschappijen voor 2021 en verder. Ik zie een vraagje tussendoor komen nog over Gazprom. Ja, dat is een hele grappige natuurlijk. Zo, als die Nord Stream 2 doorkomt, hè, die zit op 90%, zit die van completion, zoals je mooi zegt. Dan gaat die een hele grote rol spelen ook, zeg maar, bij de LNG, de aardgasontwikkeling in Europa. Ik heb daar ook een stukje over geschreven op mijn site. Is dat VS heeft vorige week weer extra sancties en boycotts opgelegd aan maatschappijen. Om, zeg maar, te voorkomen dat die tweede pijpleiding er komt. Heel kort is het beetje wrangen aan heel dit verhaal is dat Europa, heel Europa, is 90% afhankelijk van aardgas. En als er nog zo'n tweede pijpleiding bij komt, hè, dan is het 95%. Dat is meer een politiek verhaal. En ik denk dat jullie nog wel weten wat er gebeurt met Oekraïne toen ze ruzie hadden. Is in een goede koude winterdag, dan wordt je medegedeeld dat er even wat minder aardgas komt. Dus wat je doet eigenlijk, je geeft wel heel veel kans aan Rusland om je te laten chanteren. Of in ieder geval, laten we het netjes zeggen, om je onder druk te laten zetten. Kijk, in de zomer zijn er alternatieven genoeg, hè, met LNG. Maar wanneer een EU voor 90% afhankelijk is van de Russische exporten, ja, ik vind wel dan dat je een vraagteken mag zetten hoe serieus je, wanneer het er echt op aankomt, je dan, hè, net zoals bij een situatie in de Krim of iets dergelijks, of je dan überhaupt nog wel een kracht hebt om überhaupt te kunnen onderhandelen. Dus Gazprom, ik denk als die pijpleiding afkomt, zeker een bedrijf wat het goed gaat doen. Maar met de kanttekening dat de pijpleiding daar nog niet af is. Dus als die niet afkomt, dan zou Gazprom daar nog een tikje omlaag van kunnen krijgen. Maar dat is een kwestie van de kranten goed bijhouden. Ja, dus jij zegt eigenlijk, Ronald, als je in deze sector wil investeren, ga in ieder geval voor de oil majors. Hè, want daar zit de kennis, daar zit de kunde, daar zit ook de macht van het geld. Ja. Die lopen in die zin ook voorop in de groene transitie die voorstaat. Ja, en je hebt ook bedrijven als Linde Gas en Siemens en Mitsubishi, ook allemaal hele grote maatschappijen. En die kunnen ook, zeg maar, met samenwerking vooral, hè, aansluiten bij die oil majors, kunnen ze het vlot gaan trekken. Hè? Want het is niet één bedrijfje wat het gaat doen. Hè? Maar we hebben het nu even over de grote kanshebbers. En dan even het linkje naar jou dan, en dan geef ik het over, Menko. Is met name waar je naar moet kijken, is naar hoeveel tankstations hebben nou die oil majors. Hè? Want straks gaan we rijden, elektrisch. Waarschijnlijk gaan we straks ook nog een stukje combinatie doen. En dan gaan we uiteindelijk richting waterstof. Maar ik heb ook daar een stukje over geschreven, ook op mijn eigen site. Ik denk een dag of 7, 8 geleden. Dus wat mensen onderschatten, is de waarde. Onderschatten, ik wist het in ieder geval niet zo dat het daar ook speelde, is dat de data die je, zeg maar, krijgt van al die mensen die tanken en elke dag straks gaan opladen, en ook vrachtwagens, en dat die data net zo belangrijk wordt eigenlijk als het geld, zeg maar, wat ze verdienen op hun brandstoffen. Want we krijgen straks een economie waar auto's in 10 minuten, een kwartiertje opgeladen moeten gaan worden, hè, want we zijn onderweg. We doen dat dan bij tankstations. Daar gaan we dan ook even snel eten, een kopje koffie drinken. We gaan weer verder. Ja, en big data, dat is geen verrassing voor iedereen. Dat betekent dus dat je eigenlijk veel wil weten over jouw publiek. Hè? Wat je zeg maar elke dag over de vloer hebt. Hè? Bijvoorbeeld 30 miljoen auto's, hè, worden getankt wereldwijd per dag bij Shell. Vorige week stond er in de krant dat BP wil groeien van 10 naar 20 miljoen bezoekers per dag. Shell die wil van de huidige 30 naar 40. Dat betekent wel dat Shell dus straks ook binnen 10 jaar
twee keer zoveel tankstations heeft als BP. En dat is eigenlijk ook wat ik zie als een extra toegevoegde waarde voor Shell. Want dat is een netwerk, dat bouw je gewoon niet meer op. Het is niet zo dat je dat even kan inhalen in de komende 10 jaar. Een nieuwkomer krijgt geen kans om op die plekken langs de snelweg en overal te komen. Dus dat was even het bruggetje naar jou, Menko, waarom ik dacht, zeg maar, Royal Dutch wat dat betreft toch als nummer 1 zie met de kansen richting de groene transitie. Ja, leuk, mooi. Dat klopt. Ik heb eventjes, Ronald, de chat bijgehouden. Ik zie voor nu eventjes geen prangende vragen meer. Zal ik het dan zo doen dat ik even mijn scherm ga delen? Even kijken. Ja, ik zie het, Menko. Ja. Als jij dan de vragen in de chat kan bijhouden, Ronald, hè, ja. Want dan kan ik me eventjes de PowerPoint erin zetten. Dan zie ik die vragen vanzelf komen. Nou, beste deelnemers, ook voor mij een hele goede middag gewenst vandaag. De beurs is redelijk rustig. Dus wat dat betreft dan alle tijd om eens te kijken wat we met het aandeel Koninklijke Olie kunnen gaan doen. We zijn een tijdje geleden, Ronald en ik zijn een tijdje geleden gestart om een aantal sessies op het gebied van olie te verzorgen. Met name om de kennis en de expertise die Ronald heeft over de fundamentals wat meer naar het, over het voetlicht te brengen. En hij heeft aan mij gevraagd of het mogelijk is om ook, laat ik zeggen, geld te gaan verdienen met het aandeel Koninklijke Olie. Dan wel met opties. En de meeste mensen weten wel dat ik met name gespecialiseerd ben in opties. Dus wat dat betreft hebben we een soort combinatie gemaakt. Ronald de fundamentals en ik zou daar een optieconstructie bij gaan verzinnen. Nou, die wil ik graag met je doornemen en ook het vervolg daarvan laten zien. Want de meeste mensen weten dat ik met opties werk. En mijn stelling is ook dat opties een plek behoren te hebben in elke beleggingsportefeuille. Daar heb ik ook een aantal redenen voor. Ik zal een aantal sheets wat sneller doorlopen, want ik wil vrij snel gaan naar de daadwerkelijke optiecombinatie die ik opgezet heb. Maar een van de redenen is dat je met opties een hefboomwerking kan creëren. Dus je kunt wat sneller geld verdienen dan met bijvoorbeeld aandelen of met andere zaken. Veel mensen weten niet dat je opties zowel defensief als offensief kan inzetten. De meeste mensen denken dat opties een heel gevaarlijk instrument zijn. Die kennen een verhaal, of meerdere verhalen van mensen die heel veel geld hebben verloren met opties. En dat is ook heel goed mogelijk. Maar ook opties kun je bijvoorbeeld defensief inzetten. En daar, dan kun je dus ook bijvoorbeeld jouw beleggingsportefeuille verdedigen. Of ook het aandeel Koninklijke Olie. Als je dat in portefeuille zou hebben, zou je daar een optie, een put-optie onder kunnen kopen om te voorkomen dat het aandeel bijvoorbeeld fors naar beneden gaat en je daarmee verliezen creëert. Een van mijn favoriete stellingen is, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen. Bij een aandeel is het zo, op het moment dat je dat in portefeuille hebt, dan moet dat ding omhoog om geld te verdienen. Bij opties is dat niet altijd het geval. Maar opties, dat is wel een ander instrument dan aandelen. Dus het is heel belangrijk om te weten wat opties nou precies behelst. En daarvoor is het noodzakelijk dat je jezelf leert kennen als belegger. En of je erachter komt dat opties ook iets voor jou is in jouw portefeuille. Stel nou voor dat je zegt, hey, ik heb daar wel interesse in, maar ik heb te weinig kennis om met opties aan de slag te gaan. Dan is het mogelijk om coachuren te bestellen op het moment dat je VIP-lid bent bij Harm van Wijk, hè, dus bij mijn.beleggen.com. En je hebt de mogelijkheid om eens Ronald de Zoete te contacteren. En dat gaat volgens mij via Calendly, zoals ik dat dan als goed is netjes uitspreek. Maar dan kun je met Ronald een afspraak maken om eens een kwartier of een half uur van gedachten te wisselen. En de specifieke vragen die jij hebt door hem te laten beantwoorden. En datzelfde geldt ook op het moment dat je dan iets meer over opties wil weten. Dan is het mogelijk om mij via dat medium te contacten. Goed, een kleine introductie verder. Je weet dat de meeste mensen weten wel dat ik een tweetal optiesystemen heb. Optiebeleggen KT, dat staat voor korte termijn. En optiebeleggen LT, dat staat voor lange termijn. En daar de posities die ik daarbij inneem, dat zijn short strangles op de AEX-index. Oftewel, ik verkoop een call en een put-optie op die AEX-index.
Bij korte termijn doe ik dat op maandbasis, vandaar de naam korte termijn. En bij optiebeleggen LT doe ik dat voor op een basis van tussen de 3 en 9 maanden, hou ik daar als beleggingshorizon aan. Als je eens wil weten wat ik precies doe, dan kun je een mailtje sturen naar aanmelden@optiebeleggen.nl. En dan kun je een maand langer gratis meelopen en dan krijg je alle transacties die ik verricht heb in één of in beide systemen, het is maar net wat je aangeeft, krijg je dan per mail en zo kun je ook zien welke transacties ik verricht, wat mijn risicomanagement is en natuurlijk ook wat het rendement is wat ik met deze twee systemen maak. Nou, dan zeg je hartstikke leuk dat je dat doet, maar ja, hè, wat doe je dan eigenlijk bij dat webinar over koninklijke olie? Nou, ik heb heel erg veel interesse in koninklijke olie. Dat is niet zozeer omdat ik me met name met de fundamentals bezighoud zoals Ronald dat doet, maar wel vanwege het feit dat ik beleg op de AEX-index en de AEX die bestaat uit 25 aandelen. En dat is een gewogen gemiddelde, zo moet ik het zeggen, van die 25 aandelen. En je ziet dat het aandeel Koninklijke Olie voor bijna 12% meeweegt in de AEX-index. Dus wat het aandeel Koninklijke Olie gaat doen, de koersvorming daarvan, die bepaalt dus voor een groot gedeelte ook wat die AEX gaat doen. En aangezien ik natuurlijk dan weer op die AEX beleg, zijn dit de 3 aandelen. En er zijn er nog 2 meer, hè, dat, maar in ieder geval 4, 5 aandelen die ik in de gaten hou. Maar Koninklijke Olie is er daar zeker eentje van. Met name omdat het zo'n zwaar gewicht is in de portefeuille. Ik ga een aantal sheets ietsje sneller doorlopen in het kader van de tijd. Maar deze kun je ofwel in een ander webinar dat ik wel eens gegeven heb, bijvoorbeeld ook met Peter Meijburg, is nakijken. Maar ik ga me beperken tot het noemen van het feit dat er in Optieland een 2-tal mogelijkheden zijn. Namelijk een call optie en een put optie. En dat er de mogelijkheid is om een call optie te kopen en de mogelijkheid is om een call optie te verkopen. En verkopen, dat is in Optieland ook wel het schrijven van een optie. En datzelfde geldt voor een put optie, die kun je ook kopen of verkopen of schrijven. De koper die betaalt altijd een bepaalde premie en die verwerft daarmee een aantal rechten. En de verkoper die ontvangt dus de premie van de kopende partij, maar die gaat daar ook een aantal verplichtingen neemt hij daarmee op zijn hals. Op het moment dat je met het aandeel Koninklijke Olie zou willen werken, en dat wil je doen met een, bijvoorbeeld met een call optie om dit te kopen, nou dat is alleen maar opportun op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde, dus het aandeel Koninklijke Olie, binnen een bepaald termijn hard in koers stijgt. En met name het woordje hard heb ik eventjes in hoofdletters gezet, want daar zit hem de crux in. Op het moment dat je namelijk zegt, ik geloof niet dat het aandeel Koninklijke Olie hard in koers of niet al te hard in koers gaat stijgen, dan is het veel beter om een call optie te verkopen, dus te schrijven. Nou, datzelfde geldt voor een put optie, maar dan net andersom, want die twee call en put optie die hebben een tegenovergestelde werking van elkaar. Dus hier ga ik eventjes wat sneller doorheen. En dan kom ik bij het aandeel Koninklijke Olie zelf. De vraag is namelijk, wat is jouw verwachting van het aandeel Koninklijke Olie? Wat is de koers, de koersverloop van het aandeel? En de meeste mensen zeggen, nou, dat ding kan omhoog, kan een laag, om die kan een beetje voortkabbelen. Maar als jij met opties gaat werken, dan is het heel erg belangrijk om te weten dat er een 5-tal mogelijkheden zijn die voor jou van belang zijn. Ik heb dus de stijging heb ik uit elkaar getrokken en veranderd naar een kleine stijging of een grote stijging of een sterke stijging. En datzelfde heb ik gedaan voor een daling. Je kunt ook te maken hebben met een kleine daling of een sterke daling. En natuurlijk ook nog met een onveranderd koersverloop. En zo heb ik ze eigenlijk alle 5 te pakken. Want dat zijn dan dus de 5 mogelijkheden die er zijn voor het koersverloop van Koninklijke Olie. Op het moment dat je het aandeel wil kopen is natuurlijk maar 1 scenario interessant. Namelijk dat de koers sterk in waarde gaat stijgen. En datzelfde geldt voor het kopen van een call optie. En hier zie je dan precies ook wat ik toen straks ook zei. Het is veel interessanter om een call optie te verkopen. Want dan heb je in 4 scenario's heb jij gelijk. En datzelfde geldt voor het verkopen van een put-optie. Dus de schrijvers, ze zeggen niet voor niets, hè, wie schrijft die blijft. Hè, dat heb je in ieder geval de mogelijkheid om van meerdere scenario's te profiteren. Wat zijn dan die voordelen van het verkopen van opties? Die onderliggende waarde of het aandeel Koninklijke Olie, die heeft slechts een beperkte of een bepaalde tijd om een redelijk sterke beweging, ofwel omhoog ofwel omlaag, te realiseren. Dus op het moment dat je dat gaat doen, dan is de tijd, die werkt in ieder geval in jouw
voordeel. De tijd is jouw vriend. Daarnaast is mijn stokpaardje altijd, het grote voordeel van het verkopen van opties, is het feit dat 75 tot 80% van alle opties zonder waarde af gaat lopen. Dus die lopen waardeloos af. En op het moment dat je dat weet, dan kun je dat rekenkundig voordeel in jouw voordeel laten werken. Genoeg over de voordelen van opties, maar er is ook een heel erg groot nadeel van het schrijven van opties. En dat is het risico. Op het moment dat je een short strangle strategie hanteert, dan is het noodzakelijk dat je een heel stringent risicomanagement, en ik noem dat eigenlijk altijd geldmanagement, inzet. Want ja, de risico's, en die laat ik je door middel van deze slide zien, die zijn onbeperkt. Als ik hier eventjes met mijn muis naartoe ga, stel nou voor dat dit het aandeel, de waarde is, de koersvorming van het aandeel Koninklijke Olie. En je ziet dat hier aan de rechterkant, ga ik nu een klein beetje met mijn muis naartoe, dat je hier een short call gaat, dus een call gaat verkopen, een call gaat schrijven. En als ik dan aan de linkerkant ga, dat we hier een short put gaan schrijven, oftewel een put gaan verkopen, dan is de mogelijkheden, dus de premies die je aan beide kanten gehad hebt, die zorgt er al voor dat dat de maximale winst is. Dus je kunt nooit in deze constructie meer winst maken dan de opgehaalde premies die je bij de verkoop ontvangen hebt. Maar je ziet het aan beide kanten, en dan ga ik hier een beetje naar linksonder, is dat de verliezen flink kunnen zijn. En dat zelfs bij een fors oplopende koers van het aandeel Koninklijke Olie, dan is het verlies potentieel ongelimiteerd. Dus wat dat betreft is deze strategie interessant, zeg ik altijd. Maar daar hoort dus een heel belangrijk iets om daar goed je positie te managen en dus je geldmanagement voor elkaar te hebben. Dan gaan we naar het aandeel Koninklijke Olie. We zijn deze sessie in wezen gestart op 10 september van dit jaar. Toen stond het aandeel Koninklijke Olie op 12 euro. En toen hebben we een bepaalde constructie bedacht, namelijk een short strangle opzetten. Dat is dus inderdaad mijn specialisme op de AIX-index. En die constructie heb ik nu toegepast op het aandeel Koninklijke Olie. Dus we hebben een call Koninklijke Olie december 2020 verkocht met een uitoefenprijs van 14 euro. En daarvoor hebben we 30 cent, oftewel 30 euro, ontvangen. En daarnaast is er een put-optie Koninklijke Olie verkocht, ook in december 2020, dus dezelfde looptijd, maar dan wel met een andere uitoefenprijs, namelijk 11 euro. En voor die put-optie hebben we destijds 50 cent ontvangen. Ik zeg dat wel zo, dat hebben we ontvangen, maar dit is een voorbeeld om aan te tonen hoe je een short strangle kan inzetten op het aandeel Koninklijke Olie. Op het moment dat je ofwel een call optie schrijft ofwel een put optie schrijft, dan heeft dat een effect op een vrije bestedingsruimte, want elke broker die zal de marginverplichting daarvoor in rekening houden of daarvoor in rekening brengen. En dat effect bij die call is 320 euro. Nou, wat is het idee geweest? Om 80 euro te ontvangen op een investering op je marginverplichting van 320 euro. Dus dan zou dat in een periode van 3 maanden maken we 25% winst. Als je dat dan 4 keer per jaar doet, of 4 keer doet in elke kwartaal 1 keertje, dan kun je uiteindelijk 100% rendement maken op je vermogen. Nou, dat is interessant, denk ik. Voordat ik het plaatje van Koninklijke Olie laat zien, wil ik graag een vraag stellen. Wie heeft er op dit moment het aandeel Koninklijke Olie in portefeuille? Als de mensen die dat aandeel in portefeuille hebben, als die even hun hand omhoog willen doen, dan kan Ronald dan misschien ook een klein beetje in de gaten houden of dat best veel mensen zijn. En dan kan ik ondertussen naar mijn plaatje van Koninklijke Olie gaan. Eens even kijken. Zijn dat er veel, Ronald? Ja, je zou me gek vinden, maar ik zie helemaal nergens dat staan, die handjes bij mij. Oh. Dus dat kan ik niet. Misschien kan jij het wel eventjes zien, Menko. Oh, ik zie 16 nu ik opga. 16 mensen die al met opties werken, Menko. 16 mensen die het aandeel Koninklijke Olie in portefeuille hebben. Nou, hè, dan. Dat is eigenlijk een heel stuk minderheid van het totaal aantal wat ik dan zo zie.
Ik wil je eventjes naar mijn Wingbank-account meenemen. Even kijken. Ronald, even voor alle zekerheid. Zie jij nu mijn pro-trader-account bij Wink? Ik zie heel mooi jouw grafiek en je muis bewegen, Menko. Oké, top. Wacht, dan zet ik jou eventjes hier. Nou, dan zie je dat het aandeel Koninklijke Olie ook natuurlijk te maken heeft met alle ontwikkelingen die Ronald heeft geschetst. Maar ook met het coronadip heeft het aandeel ook natuurlijk te maken gehad. Hè. Dan zitten we in deze periode waar zowat alle aandelen die beursgenoteerd waren naar beneden toe gingen. Maar je ziet het, een jaar geleden stonden we ongeveer op zo'n, pak een beetje €28. We staan nu precies op €15 en een paar minicenten, maar laten we dat maar afronden op €15. Dus je ziet dat er met name eigenlijk in de periode die hiervoor zat, en Ronald, jij had daar de vorige keer een hele goede verklaring voor, dat het eigenlijk al pre-corona, laat ik zeggen, fout ging met Koninklijke Olie. Ja, wat we toen zagen is dat Saoedi-Arabië toen de oliekraan open ging zetten, toen Rusland niet meer mee wilde doen met de olieproductiebeperking. Dan zien we inderdaad bij jouw handje daar rechts, zien we al de eerste val naar beneden. Hè? En dan zie je in ieder geval dat het effect van corona dan duidelijk wordt. Is dus dat met de lockdowns die toen zijn gaan komen, hè, dat we in begin maart een versnelling kregen richting bijna de $10 per vat. Dat was eigenlijk het dieptepunt. Toen kwam het optimisme kwam weer terug. Maar toen in eind april zagen we dus weer dat eigenlijk olie verdubbelde van 10 naar bijna $20. Ja, en toen kwam toch weer het besef, hè, van het is niet één golf, het kunnen meerdere golven gaan worden. De verspreiding in Amerika die niet onder controle kwam, etc. Eigenlijk één rechte lijn, hè, je kan het bijna een lineaal naleggen. Hè, tot begin. Ik ben er zo aan het tekenen, inderdaad. Ja. Tot begin december. En vanaf dat moment was er natuurlijk sprake, dat weet iedereen denk ik wel. Ik geloof dat het laatste week november was dat het eerste vaccin kwam, hè, uit trial 3. Ja. Daarna hebben we iets van 3-4 kandidaten gezien van vaccins. En daardoor is zeg maar de trend weer omgekeerd van een neerwaarts kanaal naar een opwaarts kanaal. Ja, daar gaan we hier naartoe. Klopt. Ja. En dat is het leuke. En dan pak ik even mijn PowerPoint terug. Dus, hè, dit is het koersverloop geweest van het afgelopen jaar. We zijn in september vorig jaar begonnen. Even een stukje terug. Even kijken, waar ben ik precies? De muis ben ik even kwijt. En toen zaten we ergens in deze periode. En toen zijn we met die short strangle strategie gestart. Nou, deze strategie die werkt dus al, hè, op het moment dat je een rustig koersverloop hebt. En je ziet hier al dat, met name, laat ik zeggen, op een gegeven moment deze beweging. Daar wil ik zo meteen in een PowerPoint even op terugkomen. Die hele forse stijging die gekomen is nadat er dus die corona-vaccins, dat er sprake van is, hè, nummer 1 en nummer 2. En dat het inderdaad een heel groot effect gehad heeft op het aandeel Koninklijke Olie. Even kijken, ik pak hem even terug naar mijn PowerPoint. Vanaf deze slide. Nou, ik heb je het koersverloop van het aandeel Koninklijke Olie laten zien. Ik heb je laten zien dat deze call en put optie verkocht zijn. Dit is de waardeontwikkeling op de verschillende momenten die er geweest zijn. En ik wil je snel doornemen naar het feit dat ik zo hamer op geldmanagement of een risicomanagement. Want je ziet dat deze strategie op het aandeel Koninklijke Olie niet helemaal uitgewerkt heeft zoals ik het graag had gezien. Wij wilden dus gaan voor die 100% rendement per jaar. Hè, op het moment dat je 25% kunt realiseren in 3 maanden en deze grap haal je 4 keer uit, dan kom je op 100% per jaar. En dat is ook heel goed mogelijk met deze strategie. Maar met name ook feit als er grote bewegingen omhoog of omlaag zijn gekomen, dan heeft deze strategie het een heel stuk moeilijker. Dat is trouwens ook meteen de exacte reden waarom ik op de AEX aan het beleggen ben met deze strategie. Want die beweegt natuurlijk per saldo iets minder dan 1 individueel aandeel. Wat zie je hier staan? Dat ik op een gegeven moment, even kijken, op 23 november, toen is mijn stop los geraakt. Hè, op het moment dat je deze strategie hanteert, dan is het dus heel belangrijk om van tevoren te bepalen wanneer jij gaat ingrijpen als de koersen zich toch dusdanig ontwikkelen dat het voor jou niet goed is.
En dan zie je dat ik ook geen moeite heb om die stoploss ook in te zetten. En je ziet dat ik toen op 23 november zou ik dus die call optie vanwege de stijging van het aandeel Koninklijke Olie, die ging te hard omhoog, heb ik die call optie teruggekort voor €1,30. En ik heb vervolgens de totale combinatie gesloten, want ik heb ook de put optie verkocht. En teruggekocht. Dus ik heb de call optie teruggekocht en de put optie teruggekocht. En ik heb die totale combinatie van december 2020 overgeheveld naar maart 2021. Dus ik ben opnieuw weer tijd aan het schrijven gegaan. En hieronder zie je dan precies wat er gebeurd is. In eerste instantie hadden we dus €80 opgehaald. Dat was die eerste combinatie. Die 50 en die €30. Vervolgens heb ik dus €133 moeten betalen om die december-serie, de call en de put, te sluiten. En ik heb vervolgens €122 opgehaald om de, bij de verkoop van de call en de put optie voor maart. En nu zie je dan toch, op het moment dat het aandeel Koninklijke Olie tot en met de derde vrijdag van maart tussen de €17 en de €14 blijft hangen, en het aandeel staat nu zo'n beetje op €15 en een paar centen, dan is het dus toch nog mogelijk om 21% rendement te maken in een half jaar. En als je dat ook weer, ook over een half jaar, deze truc nog een keer doet, dan maak je toch nog per saldo 40% per jaar. Het gaat er dus over dat je je risicomanagement goed hanteert en bij het verkopen van een call en een put optie ben je dus met name eigenlijk bezig om tijd te gaan verkopen. Hier zie je dus staan dat het toch nog steeds mogelijk is met deze combinatie, ondanks dat het de eerste niet goed ging, om dan die posities op te pakken. En ik heb er de huidige koersen van vandaag op 28.12 heb ik erachter gezet. Dus die call optie 17 die noteert op dit moment 32 cent. En die put optie 14 die is dus van 90 cent naar 62 cent gedaald. En op het moment dat de verkochte posities in waarde dalen, dan is dat dus voor mij een heel goed teken. Even kijken. Met deze combinatie moet je dus nu in wezen geduld hebben tot aan de derde vrijdag van maart. Dat betekent niet dat je achterover moet leunen. Want richting die december-serie, die heb je natuurlijk ook gesloten op het moment dat het aandeel te fors omhoog of te fors naar beneden toe gaat. Dus met deze combinatie ga je er eigenlijk vanuit dat het aandeel mag nog minimaal €1 dalen. Hij mag ook nog €2 stijgen in een periode van pak een beetje 2,5, 3 maanden. Dus dat is nu, laat ik zeggen, de volgende richtpunt is voor mij de derde vrijdag van maart om deze combinatie zo eens te volgen. Even kijken. Ik ga eens naar de chat. Ja, de vraagje van Constanze Menko. Ja? Je kan hem denk ik eventjes lezen. Dat is de 1, 2, 3, 3 naar boven van de onderste. Even kijken. Ik moet eventjes die chat gaan zoeken. Ik kom even niet op de chat. Pap. Ik wil hem wel oplezen. Ja, misschien dat je hem het beste even kan oplezen. Oké. Constance zegt, ik heb een short put en call voor december 2021. Beetje ver weg. Terugrollen, een optie voor deze optie? Vraagteken denk ik, bijvoorbeeld 3 maanden lopend. Dus ik denk dat ze hem naar voren wil halen, korter wil maken. Even kijken, ik zie nu de chat. Ja, sorry, dat ging even iets minder handig. Is de derde van boven? Alleen nog opties in de portefeuille. Ik heb een short put and call voor december 21. Een beetje ver weg. Terugrollen een optie voor deze positie. Bijvoorbeeld 3 maanden lopend. Oh ja, dat zou een mogelijkheid zijn, Constance. Ik ben eigenlijk veel meer een voorstander van het doorrollen in de loop der tijd. Dus niet in het terugrollen. Want dat betekent dat je tijdswaarde die moet je dan weer kopen. En ik ben een verkoper van tijdswaarde. Dus ik zou altijd zeggen,
op het moment dat je nu bijvoorbeeld half juni 2021 in positie hebt, om die dan door te zetten naar december 21, op het moment dat jij daar zo bekijkt. Dus ik zou nooit terugrollen, want dan betekent eigenlijk dat je weer veel meer moet gaan betalen vanwege die tijdswaarde. Constant, zet even de uitoefenprijzen erbij. Ja, dat heb ik erbij gezet. Ja, omdat ik denk, het is handig voor jou om te weten, weet je, wat zijn de... Jij hebt het nu over het principe, dus dat is ook prima. Ja. Ja, klopt. Maar vaak zie je, Menko, dat mensen altijd een beetje nerveus worden als mensen call-opties schrijven bijvoorbeeld, hè, op Royal Dutch of zo, en opeens gaat die koers hard omhoog. En dan zie je natuurlijk ook als gevolg daarvan die premie, hè, die gaat dan ook hard omhoog. Zeker als je nu, zeg maar, stelt dat Royal Dutch met een euro omhoog gaat. Als je dan een call-optie geschreven hebt voor 2022, ja, die gaat hard mee. Want mensen worden dan toch een beetje bang van dat wel gehaald zou kunnen worden, die koersdoel. Ja, dat is inderdaad het geval bij short strangles. Maar stel nou voor dat je 500 aandelen Koninklijke Olie in portefeuille hebt en je schrijft bijvoorbeeld 2 call opties, dan heb je natuurlijk die 3 andere, hè, dus die 3 keer 100, die lopen dan wel goed mee met jouw posities. En misschien moet je dan ook tevreden zijn als je nu bijvoorbeeld op 17 euro een call schrijft en het aandeel staat nu op 15 euro. Dat je over 3 maanden heel blij mag zijn op het moment dat je het aandeel van 15 euro naar 17 euro ziet gaan. En 200 euro winst pakt. Even afgezien ook nog de premie die je ontvangen hebt van, door het verkopen van de call. En soms, dat is ook wel eens een keer de les die ik zelf doorgeef. Soms moet je ook wel eens een keer tevreden zijn met het rendement wat je gerealiseerd hebt. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Zeker als je beginnend bent, zeg maar, in opties. Dan wat jij ook zegt, is het handig dat je gewoon wel de onderliggende aandelen hebt. Zodat dat je niet verrast wordt door opeens een hele harde uitbraak naar boven toe. En je dan bij wijze van spreken of niet genoeg geld hebt of je daar wakker van gaat liggen. Want dat is de bedoeling niet. Ja, nou dat is ook altijd een van mijn paradepaardjes. Ik wil wel rendement maken, maar ik wil het niet overdag van in de paniek raken als die beurs toevallig iets te hoog omlaag gaat. En ik wil er met name s'nachts niet van in paniek raken. Want s'nachts, dan moeten we gewoon slapen. Een goede nachtrust is eigenlijk, staat boven alles. Dus wat dat betreft, dan klopt dat inderdaad. Even kijken, ik zie dat Hans hier nog een vraag stelt. Waarom geen gewone call- en put-optie kopen in plaats van die short strangle? En de optie sluiten als hij de verkeerde kant op gaat. De short strangle kan ook flinke risico's geven. Nou, dat is inderdaad waar, Hans. Dat roep ik altijd. En dat is ook in elke webinar wat ik geef, is dat de resultaten prima zijn, maar dat het risico, dat heb ik ook vandaag gezegd, met een uitroepteken, dat is groot. De short strangle, ik heb je de tabel laten zien, of het plaatje, dat vereist dat je daar met je neus en voeten bij zit om dat goed in de gaten te houden. Ik ben niet zo'n voorstander van het kopen van call-opties of put-opties. Met name vanwege, wat ik toen straks ook in de presentatie heb laten zien. 4 van de 5 scenario's werken dan tegen jou. En jij zult met je call- en put-optie dan echt ervoor moeten zorgen dat, dat de beweging van het aandeel, dat je daar helemaal goed mee zit. En dat het ook een harde beweging is. En dat zijn voor mij de overwegingen om dat juist niet te doen. Maar er zijn plenty mensen die daar wel interesse in hebben. En ik weet trouwens ook van jou, Ronald, dat is misschien een iets andere insteek, om niet op korte termijn call-opties te kopen, maar op het moment dat jij voorziet dat het aandeel Koninklijke Olie iets goed doet, dat je dan ook opties op de lange termijn aanschaft. Ja, ik denk dat het de eerlijkheid gebied te zeggen, Menko, is van ik neem gewoon, nadat ik zeg maar de markt fundamenteel heb gekeken, neem ik gewoon een risico, want ik kies gewoon een aandeel eruit. Bijvoorbeeld Royal Dutch, dat kun je ook op mijn site zien. En het rendement is dus, als je het goed, je zegt het ook, ik moet wel gelijk krijgen, anders kan ik die rendementen niet halen. Maar als ik gelijk heb, dan haal ik ook, tot nu toe, 2019 was al 190%, nu zit ik op 260%. Maar dat komt omdat ik iets meer, ik neem iets meer risico dan Menko. En ik stop heel veel tijd, zeg maar, in het zoeken van 1 of 2 of 3 goede aandelen. En dat is een andere strategie dan Menko, die gewoon elke maand zorgt dat er 10% binnenkomt. Dus het is gewoon een andere manier van aanpak. En je moet, denk ik, eerlijk kijken wat het beste bij jou past.
Maar ik zeg altijd, als je veel rendement wil halen, dan heb je ook iets meer risico wat je aan de andere kant hebt. En neem je het genoegen met wat minder risico, dan is het gevolg vaak ook dat je minder rendement hebt. Maar dat is gewoon, over de lange termijn is het gewoon een keuze die je kunt maken. En nog sterker, je kunt ze prima allebei gebruiken. Ik denk dat het kopen en verkopen van optie prima naast elkaar kan. Ja, en vaak is ook dat gezegd wordt dat je lang koopt. Hè? Dus wat jij zelf ook wel zegt, 2023, 2024 koopt. En bijvoorbeeld iets korter schrijft. Hè? Want dan werkt die tijdswaarde de theta maar, hè? Zonder daar heel specifiek op in te gaan. Maar dan zijn er een aantal voordelen die dan in... voor jou in of een aantal zaken die bij jou in het voordeel gaan lopen. Dus wat dat betreft, dan is het niet alleen zo dat het misschien handig is om korter en langer durende opties te kunnen kopen en verkopen, maar ook om verschillende strategieën te combineren. Want op het moment dat strategie 1 het dan een klein beetje af laat weten, dan is misschien strategie 2 ook wel weer iets interessanter. En zo kun je eigenlijk toegroeien naar een soort gespreide portefeuille, waardoor je in wezen je basisrendement elk jaar kunt realiseren. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar we het voor willen doen. Hè, dat je dus een stabiel jaarlijks rendement kunt creëren. Even kijken, ik zie dat Constance zegt, de onderliggende aandelen zojuist goed verkocht. Nou, dat is altijd goed. Maar goed, altijd wat te doen, altijd wat te leren. Nou, fijn om te horen dat er iets van opgestoken is. Dat proberen we hier bij het team van Harm op meerdere vlakken te doen. Niet alleen op het gebied van olie of opties, maar ook op crypto. Hè. Zo zijn er een aantal mensen die telkens hun visie via het webinar laten zien. En wat dat betreft proberen we eigenlijk een soort inspiratie te zijn van op het moment dat een verhaal je aanspreekt, dan kun je eens een keer naar de website van Ronald toe gaan en zeggen, ik geloof dat jij nu ook een proefabonnement hebt, Ronald, of had jij het precies? Ja, ik kan het wel even informatie te geven. Als je even deelt het scherm, kan ik het even snel laten zien. Als jij een... Even wachten. Ik was al klaar met delen, geloof ik, Ronald. Jij kunt... als het goed is, als jij... ik zal even kijken, want ik weet... Share screen doet. Ik weet niet wat... share screen doe ik even. Kijken. Ik heb nog geen share screen gekregen. Ja, nu wel. Ik ga even kijken. Wat zie jij nu, Menko? Ik zie jouw bureaublad zie ik komen. Ja? Nu komt Zoom. Ja, oké, wacht even. Dan ga ik even... Ik denk dat je naar internet of Mozilla moet gaan of naar Internet Explorer. Ik denk dat ik even naar deze maar ga. Kijk, als ik nu verbinding krijg. Ik zit natuurlijk vast via Zoom. Dus even kijken. Ik denk wel dat hij het nu gaat doen. Moet hij even... Hij is Chrome aan het controleren nu. Even kijken. Gloednieuw computer, Ronald, hè? Gloednieuw, joh, weet je. Ik heb me natuurlijk weer ergens iets in de handen laten stoppen. Daar word je natuurlijk heel verdrietig van. Nee hoor, het is een goede computer. Maar ik probeer nu... Oh, wacht even hoor. Want ik denk als ik nu zoom, dan ben ik opeens jullie allemaal kwijt, snap je? Nee. Dit blijft gewoon, want het is een aparte app. Die blijft gewoon draaien. Dus dat is geen probleem. Dus als ik dat nu doe, dan worden jullie niet boos, nee. hè? Dat is nee, ook, zeker niet. Nee. Maar we worden ook niet snel boos, hè? Nou, sowieso niet. Hoor je mij nu? Ja, zeker. We horen je nog en we zien ook jouw website nu. Laten we even zien, even de vraag of het... even heel snel, links zie je dus olie, in het midden zie je aardgas en rechts zie je waterstof. Dan scroll je gewoon naar beneden toe en dan krijg je hier de olie-expert abonnementen. En helemaal rechts, daar zie je een proefabonnement. Kun je gewoon voor 2 weken kun je meekijken wat er allemaal gebeurt, wat voor stukken er verschijnen. En of je daar wat extra aan hebt bovenop wat ik zelf al op mijnbeleggen.com publiceer. Dus nou daar eventjes een keertje kijken, dan weet je in ieder geval of dat iets van toegevoegde waarde biedt voor jou. Ja, zeker leuk. Misschien kun je dat, kunnen de mensen ook zien. Of misschien, Ronald, moet je het even in de chat, je exacte www.hupplepup.nl. Ja, die zal ik zo even inzetten. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik zie hier dat DJ nog zegt, op basis van welke criteria selecteer je de aandelen voor een optieconstructie? DJ, even in alle eerlijkheid,
Ik ben 100 jaar geleden begonnen met de short strangles op aandelen. En dit is een uitstapje voor mij, omdat we de combinatie samen met Ronald gemaakt hebben. Maar ik ben in wezen geen favoriet van een short strangle op aandelen. Omdat één individueel aandeel, en dat heb je nu ook gezien bij het aandeel Koninklijke Olie, in mijn optiek te veel beweegt. En of dat nu te maken heeft met de onderliggende fundamentals. Ja, als je het over olie hebt of over de financiële wereld, hè, de ABN, ING's of de Unilevers of Philips of ASML van deze wereld. Maar één individueel aandeel, dat beweegt nu eenmaal per saldo veel meer dan een AX-index. Dat een gewogen gemiddelde is van 25 aandelen. En dat is de reden dat ik alleen nog maar op de AX aan het handelen ben met mijn short strangle. En dat ik dus niet op één individueel aandeel handel. En dus daar ook geen selectiecriterium aan vastplak. Hè, dus dat doe ik eigenlijk niet. Maar ik heb voor de combinatie samen met Ronald op het aandeel Koninklijke Olie hebben een uitstapje gemaakt van, hey, kan zo'n short strangle strategie ook werken op op één individueel aandeel? En je ziet al hoe moeilijk het is, hè, want ik werd dus naar boven toe uitgetikt in de december-serie. Dus dat doe ik niet. Even kijken. Sleep Chrome in je application folder. Oh, nou, dat is voor jou, Ronald. Daar gaat maar even een pet te boven. Okay. Ja, je hebt een iMac, denk ik, Ronald, of niet? Ja. Ja. Dan moet je even het icoontje van Google Chrome moet je slepen en naar beneden slepen in dat mapje. Dus als je naar boven gaat, je hebt nu één venster zie ik staan. Ja, als je iets naar boven gaat met je muis. Ja, maar ik zie je nu. Ik ben hem nu kwijt, mijn Chrome. Maar hier staat hij. Ja, en als je die. Nee, die moet je iets naar beneden slepen, naar dat mapje. Hier. Nee, nog iets omhoog. Hier. Ja, precies. En dan installeer je hem op je iMac. Ja, ik weet niet, hij doet nu wel wat. Maar... Nee. Hij is opnieuw Chrome aan het installeren, blijkbaar. Ik weet niet of hij dat wel. Ik ben blij dat ik die twee systemen naast elkaar heb lopen. Ja, dat Apple is leuk, maar ik doe het eigenlijk allemaal nog steeds gewoon met mijn oude. Niet? Oliegestookte Windows-computer, Mango. Ja. Nee, maar dit is een Packard Bell of HP of zoiets is het. Hè, dat, ja. Ja, ik heb iedereen ook wat ervaring met de iMac waarvan ik zeg van oké. Misschien weer terug naar Windows, maar ja. Ja. Oh ja, de meningen zijn verdeeld, gelukkig, maar het lijkt wel alsof we het over de beurs hebben. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Ja, precies. Dan kunnen we handelen. Ja, precies. Ja. Hey, ik weet niet of er nog verder vragen zijn waar we op in kunnen gaan, Menko. Ja, nou, ik zie ze even niet. Ik zie ook geen optievragen, ik zie geen olievragen, ik zie zelfs geen vragen voor Harm. Dus, nou, Harm, dat... Kom ik mooi weg. Daar kom jij goed mee weg, ja. Ja, dan gaan we misschien jou vragen. Nou, het is toch netjes, 10 over. We hebben toch netjes aan de tijd gehouden. Nou, 12 over, ho. Ah, vrouwtje. Ja. Nee, ik zie alleen Constance zegt, iedereen hartelijk dank, altijd een fijn webinar. Dus dat is in ieder geval een mooie opsteker. Iedereen een gezellige en veelbelovende jaarwisseling gewenst. Dankjewel. Nou, dat is in ieder geval mooi. Dan hebben we een bierenfan bij, hè? Ja, mooi. Spaar ze allemaal. Ja, leuk die reactie allemaal. Nou, alle mensen een heel goed uiteinde gewenst. Want jullie gaan mij in ieder geval niet meer spreken. Dit jaar. Ik zag allemaal juichende berichten van hey, Menko stopt ermee. Nee, volgend jaar kom ik gewoon terug. Ook met Ronald en ook met Harm. Jullie zijn niet van mij af. En Harm doet ook gewoon. Maar ik denk dat Harm nog wel een keertje deze week achter de présence geeft. Ja, morgen één keer met Fred. Dus dan gaan we het hebben over hoog dividend aandelen. En dan hang ik ook even de laptop aan de willigen. Dus voor dit jaar. Maar 2021 komen we gewoon weer ijzersterk gewoon weer terug, hoor. Ja. Ja, en je mag de planning al maken, Harm, voor januari. Want ik zat al vooruit te plannen, maar jij plant tot 31 december, joh. Dus, Dan moeten we eventjes bij want volgens mij is dat Jan-Robert Crypto-Koning Schutte die dat doorplant. Heb maar je het weer uitbesteed? Maar dat, kijk, gelukkig als ik af en toe een klein deel van mijn werk kan uitbesteden, want anders dan word ik helemaal gillend gek. Ja, dat is waar.
Dus dat. Nee, maar ik ga dat eventjes fixen. En dan vind je zo meteen gewoon een nieuwe sheet. Vind jij daar op de plaats waar jij dat verwacht? Dank u wel. Dan gaan we het opnemen. Dan wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor. Wederom denk ik een zeer energiek webinar. En in ieder geval alle toehoorders ook ontzettend bedankt voor alle vragen, input. Ook alle mooie jaarwensen, want ik zie in ieder geval iedereen die fijne jaarwisselingen wenst. En een leerzaam 2021 van Mees. En Marijn zegt, ik ben een baby op het vlak van beleggen. Dankzij jullie zijn er projecten te begrijpen. Lukt niet altijd, toch bedankt. Ja, we doen in ieder geval ons best, Marijn. En ik weet zeker, als je op die manier gewoon doorgaat met hetgene wat gewoon werkt, hè, namelijk het volgen van dit interessante webinars, dan weet ik zeker dat je gewoon uiteindelijk al heel snel de peuterpuberteit en misschien wel de puberteit in rolt. En dan gaan we in ieder geval gaan zorgen dat wij samen deze strijd gewoon gaan winnen. Dan gaan we in ieder geval zorgen dat we bij de 10% van de particuliere beleggers hoort die geld verdient. Dus iedereen ontzettend bedankt in ieder geval. Ik zie in ieder geval ook allemaal Wilfred die zegt alles goed. Maureen zegt prima, dankjewel. Daar gaan we in ieder geval voor zorgen. 2021 maken we weer een prachtig mooi jaar van. Dus zorg goed voor jezelf. Normaal gesproken zeg ik, pas op met vuurwerk. Dat hoeft nu niet. Categorie 1, dus dat moet op zich goed komen, denk ik, met vuurwerk. Zorg wel voor je gezondheid. En wel toch, categorie 1 mag wel, hè? Ja, de sterretjes zijn al in huis. Kijk. Helemaal goed. Heel goed. En de trekrootjes, dus we gaan een groot feest maken. En dan zijn we er gewoon volgend jaar. Hey, Wim en Marianne zijn er ook bij. Tot hoors. Bedankt voor het interessante tijdens ons eten. Ja, snel om naar de volgende afspraak te gaan. Groeten uit Brabant. Altijd mooie Brabant. Ja. Komt goed. Dus het goede leven komt uit Brabant. We gaan er een mooi jaar van maken 2021. Dus iedereen, blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. En dan tot in het volgende jaar. Ja, zo is het. Goed uiteinde gewenst, dames en heren. Tot volgend jaar. Ja. We spreken elkaar. Hoi. Hoi.